In de week van 29 juli tot en met 2 augustus 2019 organiseert NV Havenbeheer Suriname in samenwerking met DP World Paramaribo en VSH een Safety Week met de focus op veilig transport. Het doel van deze Safety Week is om de bewustwording met betrekking tot veilig transport te stimuleren en te vergroten bij de transporteurs die gebruik maken van de havenfaciliteiten. Deze Safety Week is van 29 juli tot en met 2 augustus. En tijdens deze week zullen we dan controles uitvoeren op de trucks. Met name de trucks. Omdat is gebleken dat soms de trucks wat mankementen hebben. En we willen de mensen dan tegemoetkomen om ze een vrije check-up te geven. En dat is meer visueel hoor. En wanneer we de gebreken hebben geïdentificeerd, dan wordt het aan ze gegeven. En dan kunnen ze daaraan gaan werken om het in orde te maken. Hoe wordt de check-up gedaan? De check-up wordt door onze eigen mensen gedaan. Wanneer ik zeg eigen mensen, dan heb ik het over havenbeheer, VSH en IPS, Integra Port Services, /DP World. We hebben namelijk de mensen getraind de vorige week. Zowel een theorie als een praktisch deel hebben ze gedaan. En waardoor ze de tools nu in handen hebben om dan die controle uit te voeren. Hoe wordt de controle uitgevoerd op zo'n truck? Dus ze hebben zo'n checklist. Hè? En ze volgen die checklist. Bijvoorbeeld gaan ze de vragen naar natuurlijk eerst de autopapieren. Heb je een badge? Ben je wel bevoegd? Heb je een rijbewijs? Ben je wel bevoegd om die truck te rijden? En dan daarnaast dan kijken ze van naar de bandenspanning. Is die ruit niet kapot? Er zijn twistlocks. Die twistlocks zijn speciaal om die containers te lokken zodat hij niet afvalt. Werken ze wel? Werken die locks? Of als je een container erop hebt, heb je die container inderdaad gelokt? Wat about die remmen, je verlichting enzovoort. Want weet u, als u de haven opkomt, dan willen wij toch een goed voertuig binnen hebben. Die voldoet aan de regels die ook de wet aangeven, de wet aangeeft. En daarnaast, als die truck voldoet aan die eisen, is het ook veilig voor wanneer die truck op straat is. Want niemand wil hebben dat als je op straat bent en zo'n truck rijdt je voorbij en een container valt op je. Een container is geen luciferdoos. Je kan er een ongeluk van overhouden. In de meeste gevallen ga je dood. Dus vandaar dat wij het ook willen. Hier binnen op de haven zijn er grote machines. We werken met containers. Alles is zwaar, alles is gevaarlijk. En we moeten onze leefomgeving, onze werkomgeving, moeten we wel zodanig beveiligen of veilig houden dat wij allemaal, iedereen die hier binnenkomt, weer veilig naar huis kan gaan. Want niets is zo vervelend als je een bericht krijgt om te horen, papa of mama kan niet komen omdat er mama of papa dood is of dat mama of papa een onderdeel van je lichaam ontbreekt. Vanwege, weet je? Zal het hierbij blijven of komt er een vervolg Safety Week? Of is het eenmalig? Nee, het is niet eenmalig. Het gaat een jaarlijks terugkerend karakter hebben. En een tweede is dat wij, we het nu introduceren, de eerste 2 maanden zullen de mensen worden, nadat ze zijn aangegeven, luisteren, we hebben deze gebreken ontdekt, doe er iets aan. En dan krijg je 2 maanden respijt om alles in orde te maken. En als het eenmaal in orde is gemaakt, dan per 1 oktober, sorry, dan gaan we wel echt kijken en zeggen van luister nou, nu ga je niet meer naar binnen. Om je te dwingen. Want als je dan niet vrijwillig het wil doen, dan moeten we je dwingen om het te doen. Welke maatregelen zullen er getroffen worden als het blijkt dat ze zich niet aan de regels hebben gehouden? Een van de maatregelen is dat we je buiten houden totdat je het in orde hebt gemaakt. Dat is de maatregel eigenlijk. We moeten het goed beseffen, het klinkt misschien zo cru, maar we moeten ons beseffen dat we niet met mensenlevens moeten spelen. We hebben het zoveel jaren getolereerd. We hebben het zoveel jaren door de vingers gekeken, maar nu, er moet een keertje een begin worden gemaakt.
En als de trucks veilig zijn, de voertuigen die hier binnenkomen veilig zijn, dan zijn we tenminste, hebben we al een stap in de goede richting gedaan. En ik denk dat de overheid hiermee blij zal zijn. En natuurlijk zul je wel boze gezichten hebben, maar alles wat nu is, mensen komen een beetje in het verweer, in het geweer, maar laten we dat ding samen doen. Dat is de vraag. Laten we het samen doen. Kunt u alsjeblieft hier tekenen om te zien dat u eens bent met hetgeen wij geïnspecteerd hebben, het resultaat daarvan? U kunt hier tekenen. U krijgt ook een lijst van ons voor akkoord. Zou je die microfoon? Dank u wel. En ik dank u dat u het zo mag voortdoen. Geen gebreken aan uw voertuig. Maar de veiligheid is zeer belangrijk. Alsjeblieft. Dank u. Een prettige werkdag. 29 juli tot 2 augustus 2019 is uitgeroepen tot Safety Week. Ik vind het een heel goed initiatief. Een initiatief dat hard nodig is. En zeker om de bewustwording van veiligheid, niet alleen op de haven, maar ook buiten de haven. Alle trucks en alle chauffeurs op de haven en buiten de haven is verschrikkelijk belangrijk om bewust te zijn van veiligheid. Voor jezelf, maar ook voor andere mensen. U heeft het over veiligheid. Wat bedoelt u precies daarmee? Het voorkomen van persoonlijk letsel. Met name, kijk, materiële schade is allemaal te vervangen, maar persoonlijk letsel niet. Dus het is heel erg belangrijk om daar voldoende aandacht aan te geven. De controle wordt gedaan door een VSH en havenbeheer en DP World. Wat is de functie van VSH in deze? Wij zijn de terminal operator op de haven. Er zijn op de haven havenbeheer is de landlord, die verhuurt de haven aan zowel DP World als aan VSH. Dus VSH Transport is samen met DP World is terminal operator op de haven. En het is ons alle drie en ook de douane uiteindelijk en van de truckers het belang om het op de haven veilig te maken. Vandaar dat we met z'n drieën deze veiligheidsweek hebben georganiseerd om ervoor te zorgen dat de inspecties worden gedaan en dat alle trucks correct rondrijden, zowel op de haven, maar ook als ze de haven verlaten. Het is een initiatief van deze drie. Het is een initiatief van VSA, DP World en Havenbeheer. Maar wat is uw boodschap naar andere bedrijven toe die ook voorzien zijn van grote trucks als het gaat om veiligheid? Wees bewust en zorg ervoor dat alles in orde is. Het preventieve onderhoud is daar heel erg belangrijk bij. Onderhoud van het materieel, maar ook het bewustzijn van veiligheid vergt ook onderhoud. En dat is minstens zo belangrijk.